title track. Hey. Dit nou, dit is echt een echte catwalk. Want we gaan een modeshow doen. We hebben als bibliotheek Almelo, als stedelijk museum Almelo en samen met de kunstenaar Randy van Lingen hebben we een modewedstrijd in Almelo uitgeroepen. De eerste Almeloze modewedstrijd. Ja, dit is heel mooi van de... Ja, vertel het zelf maar. Dit is een... Dit is een jurk. De achterkant heb ik gemaakt van gebruikte spijkerbroeken. En ja, ik heb hem helemaal zelf gemaakt. Ja. Ah! Dit is een hele mooie sjaal met een eco-print erop. En dit is een ontwerp, inderdaad. Het is een heel set. Kijk eens, en daar hebben we nog een dame. En dit is wel leuk, dit zijn de kleinkinderen van de dame die het ontworpen heeft. Ja, Kokkie heeft een heel set ontworpen. Hier gaat inderdaad een tas en een klein beertje erbij. Hij heeft deze prachtige catwalk gemaakt. Dankjewel Randy, maar ook Sigrid en ook Ellen, die loopt hier ook ergens. Dank jullie wel. In januari, hè, toen was ik er al mee bezig, weet je nog? Maar in ieder geval, het kwam ook omdat het zo lang duurde, kwam ook omdat het werd steeds door corona afgezegd en toen weer een nieuwe datum en toen weer afgezegd en toen weer een nieuwe datum. Dus daarom heeft het ook zo lang geduurd. Maar goed, ik heb motivatie wel vast kunnen houden, dus hij is mooi geworden. Nou, ik ga hierna niet nog eens zo eentje maken, laat ik zo zeggen. Carmen, je hebt de derde prijs gekregen van de jury. Met jouw prachtige sjaal met een toegepaste eco-print. De tweede prijs is voor Kokkie. En het is voor het origineel en zelf beschilderde set van tasje, broche en schoenen. Dat kunnen we zien. Fantastisch. Alsjeblieft, Kokkie. Nog een tas. Ja, nog een tas. En ook jij hebt een prachtige cadeaubon gekregen van Samitex. En de eerste prijs, ja, dat blijft dan vanzelf over voor Bernadette Beunk. Hij heeft een prachtige jurk ontworpen van oude jeans. Heel mooi. Misschien wil je je nog wel een keer omdraaien. Wat is daar leuk is, we zijn de aftrap begonnen. En ook de overige deelnemers, hartstikke bedankt.